Goedenavond allemaal. Zoals zo net aangekondigd, zal ik jullie toelichten wat het Vlaamse reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste precies inhoudt en wat dit betekent voor de land- en tuinbouwer. De eerste iets, waarom is er een afwegingskader uitgewerkt? De zomers van 2017 tot en met 2020, met hoge temperaturen en weinig regen, die hebben aangetoond dat Vlaanderen kwetsbaar is voor waterschaarste. Bovendien zorgt de klimaatverandering ervoor dat dergelijke zomers, die vroeger eerder uitzonderlijk waren, vaker zullen voorkomen. En de druk op onze eindige watervoorraden zal dan ook de komende jaren toenemen. Gelukkig hebben we nog geen crisis meegemaakt waarbij er heel moeilijke keuzes moesten gemaakt worden over de verdeling van water. Maar de voorbije zomers waren de gouverneurs wel al genoodzaakt om een aantal maatregelen te nemen. Zoals bijvoorbeeld een verbod op het capteren van water uit waterlopen. We stelden vast dat we over te weinig kennis beschikten over de impact van deze maatregelen op de waterbeschikbaarheid en over de kosten en de schade die deze maatregelen op de betrokkenen hebben. En hierdoor wordt het natuurlijk erg moeilijk om als beslissingsnemer onderbouwde keuzes te maken. En vandaar dat dit project is uitgewerkt, dat we een kader hebben uitgewerkt, omdat we beter voorbereid en veerkrachtig willen kunnen reageren. In het geval van een dreigende waterschaarste, welke voorzorgsmaatregelen kunnen we dan nemen? Welke zijn het meest efficiënt? En wat doen we in het geval van effectieve waterschaarste? Hoe kunnen we dan gaan prioriteren in het watergebruik, waarbij we rekening kunnen houden met de socio-economische en ecologische impact? Het is belangrijk te benadrukken dat dit kader niet is juridisch vastgelegd in regelgeving, maar dat dit louter dient ter ondersteuning van de beslissingnemers. Dus de gouverneurs en minister die maatregelen kunnen uitvaardigen en hun adviserende instanties die betrokken zijn in de droogteoverlegstructuren. Het kader biedt dus objectieve informatie aan over de droogtetoestand enerzijds en over de effectiviteit en kost van maatregelen anderzijds. Met wie is het afwegingskader uitgewerkt? Het initiatief ging uit van 7 entiteiten van de Vlaamse overheid. Het eigenlijke werk is gebeurd door een consortium onder leiding van professor Willems van de KU Leuven. Maar zij hebben dit werk niet alleen gedaan. Er is een participatieve aanpak gevolgd, waarbij ongeveer 130 belanghebbenden betrokken waren via 5 workshops, bilateraal overleg en zo meer. Ook de land- en tuinbouwsector was betrokken bij die participatieve aanpak. Nu, hoe ziet het kader er eigenlijk uit? Het bestaat uit een aantal bouwstenen. En een eerste bouwsteen zijn de droogteindicatoren, die een maat zijn voor of die aangeven hoe droog het eigenlijk is en of er maatregelen nodig zijn. Die droogte- en waterschaarste indicatoren, er zijn er een heel aantal bepaald voor verschillende vlakken en verschillende sectoren. Dus op vlak van meteorologie bekijken we de neerslagtekorten die zich voordoen. Op vlak van waterkwantiteit gaan we kijken naar waterlooppeilen, waterloopdebieten, grondwaterstanden, bodemvochtgehaltes. Ook waterkwaliteitsaspecten worden opgevolgd. Belangrijkste is misschien wel de verzilting in polderwaterlopen en schadelijke blauwalgenbloei die vaker optreedt tijdens droogte. Er zijn ook een aantal sectorspecifieke indicatoren bepaald, waarvan de meest belangrijke wellicht de ruw waterbeschikbaarheidsindicator voor de drinkwatersector is. Nu is het zo dat voor die indicatoren telkens 2 drempelwaarden zijn vastgelegd. Een eerste drempelwaarde, een droogte niveau 1,
geeft aan dat we voor een bepaalde sector in een situatie van dreigende waterschaarste komen. Wanneer indicatoren de tweede drempelwaarde gaan onderschrijden, dan komen we in een situatie van effectieve waterschaarste. Dus dan bereiken we het droogte niveau 2. Nu zijn er dus, zoals je kan zien, heel veel indicatoren bepaald. En die worden samen gevisualiseerd in een dashboard dat toegankelijk is voor de betrokkenen van het droogteoverleg en voor de beslissingnemers. Dan komen we bij een tweede bouwsteen en dat is de waterbalans. Dus er is een waterbalans opgesteld per deelgebied, maar gebiedsdekkend voor Vlaanderen. Hebben we zowel voor deelstroomgebied op waterloopsegmentniveau, op kanaalpandniveau, hebben we bekeken wat er enerzijds het aanbod is aan water, die vanuit de waterlopen via de neerslag, via bedrijfslozingen. Aan de andere zijde hebben we ook de watervraag vanuit de verschillende sectoren in kaart gebracht. En we hebben dit jaar gemiddeld bekeken, maar we bekijken dit ook in functie van specifieke droogteperiodes. Dit maakt het mogelijk dat we de watertekorten per deelgebied en per droogteperiode in kaart kunnen brengen. Hier zie je een overzichtje van de waterbeschikbaarheid in de provincie Vlaams-Brabant. In de linkerkolom hier zien we de jaargemiddelde waterbeschikbaarheid staan en daartegenover staat dan de waterbeschikbaarheid omgerekend naar een jaar tijdens een droogteperiode, hier de droge juli maand van 2018. Met de rode balkjes zien we perfect waar zich watertekorten voordoen. In de studie is ook een scenario berekend, waarbij er rekening gehouden wordt met het hoog impact klimaatscenario van 2100 en is er bekeken welke nog extremere watertekorten zich kunnen voordoen onder klimaatverandering. Op die manier krijgen we dus een duidelijk beeld van de watertekorten en waar die zich voordoen. Een derde bouwsteen zijn dan de acties en de maatregelen die we kunnen nemen in een reactieve context en de impact van die maatregelen. Dus eerst eens over de mogelijke maatregelen. Belangrijk ook nog om te vermelden is dat we hier kijken naar maatregelen die we kunnen nemen in een reactieve context. Dus op het moment dat er zich een waterschaarste dreigt aan te dienen of er al effectief een waterschaarste is. Daar staat tegenover dat er nog heel wat andere maatregelen mogelijk zijn. Structurele maatregelen die proactief genomen moeten worden om de kans dat er zich waterschaarste gaat voordoen zo klein mogelijk te maken. En die maatregelen, die proactieve maatregelen, zijn nog veel belangrijker dan de reactieve maatregelen. Maar het is een reactief afwegingskader, dus we focussen hier op de reactieve context. Nu, welke maatregelen zijn er dan mogelijk? Enerzijds bekijken we een aantal wateraanbodverruimende maatregelen of sturende maatregelen. En dan gaat het om maatregelen die veelal waterbeheerders kunnen nemen, dus om hydraulische regelingen aan te passen. Pompstations, de regelingen van pompstations te wijzigen, om mobiele pompen in te zetten langs sluizen, bijvoorbeeld. We kunnen ook toelaten dat er omgeschakeld wordt naar andere waterbronnen, zoals bijvoorbeeld RWZI-effluent, of er kunnen andere waterbronnen worden aangesproken. Daarnaast zijn er ook een aantal waterbeperkende maatregelen of acties, en dit zowel voor alle sectoren. Voor scheepvaart zijn er heel wat maatregelen mogelijk. Denken we dan aan gegroepeerd schutten, diepgangbeperkingen, een vaarverbod, zowel voor de recreatievaart als beroepvaart. Kunnen ook onttrekkingsbeperkingen gaan opleggen, dus het waterverbruik aan banden gaan leggen,
voor zowel industrie, huishoudens, drinkwatermaatschappijen, landbouw, natuur en recreatie. Voor landbouw is dan heel specifiek een irrigatiebeperking onder de loep genomen. En we bekijken dus niet alleen oppervlaktewater, maar bekijken eigenlijk alle mogelijke waterbronnen. Ook leidingwater, phreatisch grondwater en het hergebruik van effluentwater. Daarnaast dienen die maatregelen ook geflankeerd te worden door communicatie, sensibilisering, handhaving. Maar van deze maatregelen is de impact niet in ogenschouw genomen. Nu, van al deze maatregelen is dan bekeken wat de precieze impact nu precies is. Enerzijds zal een maatregel ervoor zorgen dat het watertekort deels wordt weggewerkt. Dit wordt bekeken via de waterbalans. Op die manier kan dit ingeschat worden. Maar daarnaast gaan we ook kijken naar de gevolgen van het verminderde watertekort en naar de kost van de maatregel. En we kijken zowel naar economische gevolgen, en naar wat heeft de maatregel voor impact op de omzet van het bedrijf, naar de sociale gevolgen, heeft dit een impact op de tewerkstelling, naar de ecologische gevolgen, is er een verlies aan ecosysteemdiensten en zo meer. Ook de kost van de maatregel is telkens begroot. Dus gaan we bijvoorbeeld gaan kijken welk verlies aan productie hebben we bij een irrigatiebeperking. Wat is de kost als we mobiele pompen inzetten? En met welk economisch verlies krijgen we te maken bij een vaarverbod? Nu, de afweging gebeurt dus op basis uiteindelijk van het grootste netto voordeel per sector. Dus op die manier worden de maatregelen geprioriteerd. Er is hierbij geen onderscheid gemaakt tussen grote verbruikers en minder grote verbruikers. En belangrijk is ook om te melden dat we in deze studie, in deze versie van het kader, ons beperkt hebben tot de directe lokale kosten en schade op korte termijn. Belangrijk ook is dat er een zeer grote onzekerheid zit op die economische berekeningen. En dat die onzekerheid wel degelijk een grote orde groter is dan de waterbalans. Dus de cijfers die je kan vinden in de studie, die moeten relatief ten opzichte van elkaar beschouwd worden. Naast de socio-economische en ecologische impact zijn er ook een aantal harde randvoorwaarden gesteld die absolute prioriteit moeten krijgen. Die zijn er gekomen op basis van een bevraging van de belanghebbenden. En zo is er in het kader rekening gehouden met het feit dat de leveringszekerheid van drinkwater voorop staat ten behoeve van de gezondheid van de mens. Ook de veiligheid van dijken voor de scheepvaart is een belangrijke randvoorwaarde. En er wordt ook aangegeven dat irreversibele schade absoluut vermeden dient te worden, bijvoorbeeld van de instandhouding van kwetsbare natuur. Ook zijn er een aantal andere principes in rekening gebracht. Een eerste principe is dat er eerst een verbod moet uitgevaardigd worden op niet-essentieel waterverbruik en daarna pas op het essentiële. En een ander principe is het principe van de beloning. We willen eigenlijk een link leggen met de proactieve structurele maatregelen die bedrijven, land- en tuinbouwers nemen en eigen inspanningen gaan belonen. In de eerste versie van het kader wil dit zeggen dus dat de maatregelen niet van toepassing zijn op opgevangen hemelwater in bedrijfseigen bekkens, maar dit is iets wat we nog verder willen uitwerken. Nu, om het geheel iets of wat concreter te maken, toon ik hier een aantal grafieken. Dus voor de provincie Vlaams-Brabant, waarbij we alle waterlopen beschouwen met uitzondering van de kanalen, voor de voorbeeld droogteperiode juli 2018. Dan hebben we bekeken wat als we geen maatregelen nemen, hoe groot is het watertekort. Hiervoor is een soort van watertekortindicator opgesteld. En wordt er ook bekeken hoe groot de schade is als gevolg van dit watertekort. En dit wordt uitgedrukt in miljoen euro per dag.
Als we nu de maatregel gaan bekijken, geen oppervlaktewateronttrekking voor bedrijven, behalve wanneer het voor irrigatiedoeleinden betreft. Dus dan zien we hier terug in het rood. Zien we hier terug in het rood de schade die optreedt zonder maatregelen en het watertekort dat er op dat ogenblik is. Op het moment dat de maatregel wordt ingesteld, wordt het watertekort een heel klein beetje weggewerkt. En dat zorgt er ook voor dat de schade als gevolg van het watertekort iets of wat daalt. Nu, die maatregel uitvaardigen brengt ook een kost met zich mee, die hier in het blauw wordt afgebeeld. En uiteindelijk kunnen we gaan bekijken wat het netto voordeel is van deze maatregel. En dat doen we door de vermeden schade af te trekken van de kost van de maatregel. En dan zien we hier dat de balans negatief is voor deze maatregel. Als we dan een andere maatregel gaan bekijken, hier dan specifiek geen onttrekking voor irrigatie van volle grondsteelten. En dat is op basis van de raming van de irrigatievraag, op basis van een gewasmodel van de Bodemkundige Dienst van België. Dan zien we hier opnieuw dus de initiële toestand, schade zonder maatregelen en het initiële watertekort. We merken op dus dat we een groter watertekort kunnen wegwerken als gevolg van de maatregel en dat dus ook de overblijvende schade ietsje minder is. Maar nog steeds zien we dus dat we zeker niet het volledige watertekort kunnen wegwerken met deze maatregel. De kost van deze maatregel wordt wat lager geraamd en dit betekent dus dat de vermeden schade min de kost van de maatregel leidt tot een heel beperkt netto voordeel. Dus als we op die manier alle maatregelen gaan doorrekenen, lukt het om die maatregelen eigenlijk te gaan prioriteren in een volgorde. En dan zien we, als we gaan kijken naar de niet-kanalen voor de provincie Vlaams-Brabant, dan is de eerste maatregel die we kunnen nemen bij een dreigende waterschaarste en een onderscheiding van droogte niveau 1, is het tijdelijk niet ter beschikking stellen van RBZI-effluent water voor irrigatiedoeleinden. Op die manier wordt het water het effluentwater toch geloosd en vergroten we de waterbeschikbaarheid. In het geval van effectieve waterschaarste zijn dit de maatregelen die het grootste netto voordeel opleveren. Dat is beperking van de irrigatie van volle grondsteelten, beperken van andere oppervlaktewateronttrekkingen door bedrijven, dus eigenlijk een algemeen captatieverbod. Behalve voor het drenken van vee wanneer de opname vereist is om de veiligheid te waarborgen. En dan helemaal onderaan het lijstje de verminderde inname van ruw water voor de drinkwatermaatschappijen. Dit vanuit het gegeven dat de leveringszekerheid prioritair is. Algemeen kunnen we stellen dat het kader dat we vanaf dat we een aantal droogteniveaus overschrijden, dat er een aantal maatregelen kunnen genomen worden. Voor leidingwater geldt het dan als er uw waterbeschikbaarheidsindicatoren worden onderschreden, dat we beperkingen opleggen aan het niet-essentiële waterverbruik en dat drinkwatermaatschappijen een aantal maatregelen kunnen nemen, zoals het optimaal benutten van de connectiviteit en de transfers tussen verschillende drinkwatermaatschappijen en indien nodig ook drinkwater kunnen aankopen van andere regio's. Komen we in effectieve waterschaarste, dus bij onderscheiding van de droogte niveau 2, dan is het zo dat als het streefpeil voor bevaarbare waterlopen en kanalen onderscheiden wordt, dan worden er diepgangbeperkingen best opgelegd. Hebben we een minimumpeil dat niet meer gehaald wordt voor die bevaarbare waterlopen en kanalen, dan krijgen we een vaarverbod. Wordt er een melding gedaan van blauw algenbloei, dan is het zo dat er beter niet meer gecapteerd wordt voor de besproeiing van voedingsgewassen, voedergewassen en veedrenking.
en dat captatie afgeraden moet worden voor andere toepassingen. Ook de waterrecreatie kent dan een aantal beperkingen. Dus een verbod erop voor harde recreatie, zoals jetski en waterski, en zwemmen en een ontrading voor zachte recreatie, zoals kajak, kano, sup. Als we waterkwaliteitsissues hebben of melding voor botulisme voor recreatiewateren en zwemvijvers, dan wordt ook daar een verbod uitgevaardigd. Een belangrijke voor de landbouw is de onderscheiding van de minimale ecologische debieten van ecologisch kwetsbare waterlopen. Dan kan daar een innameverbod worden uitgevaardigd. Op de zeeschelde niet echt van toepassing. In provincie Vlaams-Brabant wordt ook gekeken naar de turbiditeit. En dan is het ook zo dat we bij een onderscheiding van de minimale ecologische phreatische grondwaterstanden in de buurt van grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen, dat ook daar een beperking op de inname van phreatisch grondwater kan worden ingesteld. Voilà, dit was in een notendop hoe het kader is opgebouwd, welke maatregelen er bekeken zijn en hoe een algemene prioritering eruit ziet. Belangrijk is wel dat die prioritering eigenlijk gebiedspecifiek bekeken dient te worden en ook zelfs periodespecifiek kan spelen. In september, wanneer gewassen geen grote watervraag meer hebben, kan het aangewezen zijn een andere maatregel uit te vaardigen. Wat ik hier heb toegelicht is een eerste versie op basis van de best beschikbare info die er binnen het tijdsbestek van de studie beschikbaar was. Dus we hebben een eerste versie van het kader. Het is ook zo dat het kader niet klakkeloos moet worden gevolgd, maar dat er interpretatie nodig is door experten en dat het kader ook zeker moet aangevuld worden met lokale gebiedskennis in verband met waterkwaliteit, captaties en dergelijke meer. Een aantal aspecten zijn in dit kader nog niet of minder goed uitgewerkt, mede omwille van de korte tijdspanne waarin de studie is opgezet. Zo hebben we bijvoorbeeld nog geen goed zicht op de ketenwerking van maatregelen. Denken we bijvoorbeeld voor landbouw dan aan het feit dat een productieverlies ook gevolgen kan hebben voor de agrovoedingsindustrie. Zoals ik al zei, zijn enkel de directe lokale effecten in ogenschouw genomen. Maar het is wel zo dus dat we die aspecten nog verder zullen gaan uittypen. En dat we dus aan het werk zijn, dat we richting een tweede versie van dit afwegingskader gaan. En hiertoe zijn al verschillende studieopdrachten opgestart of zullen die opgestart worden. Dus zo zal ook de waterbalans nog verder uitgewerkt worden. Zullen een aantal optimalisaties aan de indicatoren gebeuren? Worden die keteneffecten zowel bij landbouw, industrie en scheepvaart in kaart gebracht? En zullen ook een aantal principes verder uitgewerkt worden, zoals bijvoorbeeld het principe van beloning? Nu, wat betekent dit kader eigenlijk concreet voor de land- en tuinbouwbedrijven? Daarin kan ik eigenlijk alleen maar herhalen dat de studie vooral de onderbouwende informatie aanlevert over maatregelen, maar dat de uiteindelijke beslissing ligt bij de gouverneurs en andere beslissingnemers die daarvoor in het droogteoverleg op een afgestemde manier tot maatregelen zullen komen. En daar zal Raf straks iets meer over vertellen. Het is ook zo dat land- en tuinbouw wel degelijk ook vertegenwoordigd zijn in dit droogteoverleg. Als het dan gaat over communicatie, hoe weten we nu welke maatregelen er uitgevaardigd worden? Wel, het is zo dat wie de maatregel instelt hierover communiceert, maar dat algemeen ook op de websites op de hoogte van droogte.be en op vlaanderen.be/droogtemaatregelen de actuele info over de van kracht zijnde maatregelen kan worden teruggevonden. Nu, hoe bereid ik me voor als land- en tuinbouwer? Zoals ik daarnet al zei, hebben we het hier vooral over een reactief beleid.
Maar is het proactieve beleid en zijn de proactieve maatregelen dus te belangrijker? Dus zou ik eigenlijk vooral willen oproepen om als land- en tuinbouwer te gaan inzetten op het beter vasthouden van water en water en aan waterbesparing te gaan doen. En dit kan uiteraard op verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld de omschakeling naar pijlgestuurde drainage, het plaatsen van stuwtjes in grachten, het inzetten op droogteresistentere teelten en rassen en het efficiënte irrigatietechnieken gaan gebruiken, zoals druppelirrigatie. Hiertoe worden ook wel heel wat subsidies verleend in het kader van de Blue Deal. Voilà, hiermee kom ik tot een einde. Nog tot slot meegeven dat mochten jullie geïnteresseerd zijn in de verdere uitwerking van het afwegingskader of eens een kijkje willen nemen in het rapport over de eerste versie, dan kunnen jullie terecht op de website vlaanderen.be/afwegingskader. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Goedenavond, ik ben Rolf Poetriegier van de dienst Waterlopen en ik ga een beetje voortbouwen op het verhaal dat Sophie daarnet verteld heeft. Belangrijk om mee te nemen uit het verhaal van Sophie is dat het afwegingskader geen automatisch afschakelinstrument is. Voordat er een maatregel wordt genomen, zal er altijd een beslissing zijn. Ik kan het een beetje vergelijken met de coronabarometer, waarbij je niet automatisch van de ene kleurcode naar de andere kleurcode gaat, maar dat er steeds een politieke beslissing voor nodig is. Een verhaal over droogtecoördinatie dus. Een belangrijke speler binnen de droogtecoördinatie is de adviesgroep droogte. Het is een orgaan dat werkt op Vlaams niveau en instaat voor de operationele opvolging van de waterschaarste en droogtetoestand. En ook adviseert ondernemend maatregelen. Dus die groep dat eigenlijk permanent de droogtetoestand monitort, waarneemt, evalueert en adviezen formuleert dan naar de provinciaal droogteoverleg en de droogtecommissie. Een ander speler is het provinciaal droogteoverleg. En zoals het woord het al zegt, die ageert op provinciaal niveau. En wordt voorgezeten door de gouverneur. Die heeft ook een rol in informatieuitwisseling, dus de verschillende experten die daar aan tafel zitten, de verschillende belangengroepen overleggen met elkaar, bekijken de droogtetoestand en kijken dan vooral naar gebiedsgerichte maatregelen. Dus gebiedsmaatregelen gericht op het groot gebied van de provincie. Dus provinciaal niveau. Je hebt ook nog de droogtecommissie en die handelt op Vlaams niveau. Dus wanneer de droogtetoestand provinciegrenzen overschrijdt, dan gaat de droogtecommissie de coördinatie van de droogte en de afstemming van de maatregelen in handen nemen. Wie van die drie spelers welke rol wanneer in handen neemt, hangt af van de actuele droogtetoestand. Bij normaal beheer, dus wanneer er geen droogte is, dan volgt de adviesgroep droogte, monitort alles en voorziet de nodige berichtgeving. Provinciaal droogteoverleg ook. Monitor elk lid van het overleg, kijkt in zijn gebied wat er aan de hand is. En de droogtecommissie komt dan helemaal nog niet in actie. Neemt er enkel één van de leden van de droogtecommissie of wordt er ergens een maatregel genomen, een preventieve maatregel, om de huidige droogtoestand wat in te perken, dan schakelen we over naar code geel. Zitten we in code geel, dus wanneer een van de beheerders een preventieve maatregel heeft genomen om te vermijden dat de droogtetoestand verergert, dan treden de adviesgroep droogte en de provinciale droogteoverleggen in wisselwerking met elkaar. Dreigen we over te gaan naar een alarmsituatie, dan wordt de droogtecommissie daarvan ingelicht. Het is die droogtecommissie die gaat beslissen of dat we over gaan van niveau 1 naar het alarmniveau van niveau 2. Zit in code oranje, hè? Dus daarop worden de maatregelen afgestemd binnen de droogtecommissie. Het is ook de droogtecommissie die op dat moment coördineert de overige spelers, de adviesgroep droogte en de provinciale droogteoverleggen, die adviseren op dat moment de droogtecommissie. Verergert de situatie dermate dat de waterschaarste of droogte schadelijke gevolgen kan hebben voor het maatschappelijke leven, dan gaan we over naar een crisissituatie, naar code rood, niveau 4. In de verschillende droogtetoestanden. En dan zijn het provinciale of federale crisiscellen die de crisiscoördinatie op zich nemen.
Bij de evaluatie van de droogtetoestand maken we dus een onderscheid tussen vier niveaus, waarbij we gaan van groen, waarbij er geen maatregelen worden genomen, naar fase rood, waar dat er echt crisismaatregelen worden genomen. De alarmfase, oranje fase, of in de crisisfase, de rode fase, daar gaan we kijken naar het afwegingskader. Dus daar gaat het afwegingskader beslissingsnemers ondersteunen om te kijken welke maatregelen dat nodig zijn om de crisis af te wenden of te beheersen. Belangrijk in heel het verhaal, ook voor de adviesgroep droogte zeker, is de monitoring van de droogte. Dus dat is de hoofdtaak van de adviesgroep droogte. En daarvoor is in het kader van het afwegingskader ook een dashboard ontwikkeld. Het afwegingskader heeft een aantal droogteindicatoren vooropgesteld. En merendeel daarvan zijn verzameld in het dashboard van de droogteindicatoren. Het zijn de leden van de adviesgroep droogte die daar toegang tot hebben. En het eerste beeld dat je ziet bij het dashboard en ook op jullie scherm is een overzicht. En hier zie je meteen dat voor het gebied van de onbevaarbare waterlopen dat er momenteel in Pijlebeke twee meetpunten zijn waar één van de droogteniveaus is bereikt. Er zijn daarom nog geen beslissingen genomen, nog geen maatregelen, wat ook opnieuw onderstreept dat het vrag een ondersteunend middel is en geen automatisch instrument. Naast een overzichtskaartje heb je in het dashboard ook een overzichtstabel. En zo zie je hier bijvoorbeeld dat 25% van de meetpunten op de onbevaarbare waterlopen in Teylebekke, dat daar een droogteniveau 1 of 2 is gemeten. Kijk je naar de grondwaterstand in Demerbekke bijvoorbeeld, dan zie je dat daar 4% van de meetpunten wel een bepaald droogteniveau onderscheiden. Het dashboard bevat ook een aantal meteorologische indicatoren, dus eigenlijk gewoon de weersgesteldheid, hoe droog was het de voorbije periode. En iets van het kaartje is daar het kaartje rechtsonder. En als we daar even op inzoomen, zien we dit. De rode lijn is de actuele toestand, de actuele situatie. En daar zien we dat we stilletjes aan vanuit het witte, het normale niveau, toch naar een eerste droog niveau aan het evolueren zijn. Je hebt ook de hydrologische indicatoren in het dashboard. De gebieden en de waterpeilen op de bevaarbare en onbevaarbare waterlopen worden daar geafficheerd. Je ziet daar ook rechtsbovenaan de twee bruine stippen zijn die twee meetpunten in het Bijlenbekken waar momenteel droogteniveau 1 is onderschreden. En je krijgt ook een overzicht van het freatisch grondwater. De grote sterkte van het dashboard met de droogteindicatoren is dat alle informatie over de droogtetoestand samenbrengt op één punt. Een nadeel is dat het niet door iedereen kan geconsulteerd worden. Dat wil niet zeggen dat je nergens anders informatie kan vinden over de huidige droogtetoestand. Een nuttige website daar is bijvoorbeeld waterinfo.be. Waterinfo.be is wijd een apart thema aan droogte en daar kan je de actuele droogtetoestand bekijken. Hier op het scherm bijvoorbeeld de SPI3. En de debieten op de waterlopen. Op dezelfde website kan je ook een aantal rapporten consulteren. Zo zijn er de laagwaterberichten van het Hydrologisch Informatiecentrum, het HIC, maar ook de toestandsrapporten van de VMM. Elke maand publiceert de VMM een toestandsrapport en die laat je dan toe om de toestand van het watersysteem te verifiëren en na te kijken. Ook op de website van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, de CIW, vind je nu die informatie over droogte, zoals de huidige droogtetoestand. Op het scherm zie je de laatste update, die dateert van 10 februari 2022, waarbij het wordt aangegeven dat we in fase groen zitten, dus een fase van normaal beheer. Gisteren zijn we samengekomen met advies voor droogte, dus je kan in deze een nieuwe update van de toestand verwachten. Ik heb daarnet heel wat websites vernoemd. Hier op het scherm zien jullie de link, zodat je er ook zelf naar kan surfen. Niet heb laten zien, maar wel een nuttige en interessante is de website rond droogtemaatregelen van Vlaanderen op vlaanderen.be. Daarin worden alle actuele droogtemaatregelen opgelijst. Vind je ook meer informatie over bijvoorbeeld het afwegingskader. Tot daar mijn verhaal rond de droogtecoördinatie. Het praktijkpunt heeft me ook gevraagd om wat meer uit te leggen rond de wetgeving die recent gewijzigd is rond het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De eerste vraag die je kan stellen is: wie mag er water onttrekken uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten? Wel, aangelanden,
mogen onttrekken. Dus wanneer je perceel grenst aan een waterloop, mag je uit je waterloop water onttrekken. Voor niet aangelanden kan dit enkel van op de openbare weg. Nieuw is ook dat elke keer je water wil gaan onttrekken, je dat op voorhand moet melden. Dat kan je doen via een elektronisch loket, via een website wateronttrekking.be. Surf je naar die website, dan kan je daar je aanvraag indienen. En je krijgt een onttrekkingsticket dat 28 dagen geldig is. Zo'n verplichte voorafgaande melding is niet nodig voor wijde pompen om dieren te drinken, voor spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, om een water- of aalton van maximaal 10 kuub te vullen en om zonnepompen voor wij en bij zonnepompen voor weidevogels en pompen voor de veringpoelen. Dit zolang je niet meer dan 500 kuub per jaar onttrekt. Heb je een vaste inrichting om water te onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of een publieke gracht? Heb je daar een omgevingsvergunning voor of een machtiging van de waterbeheerder? Dan hoef je niet elke keer je een water onttrekt dit afzonderlijk te melden. Ook een belangrijke wijziging is dat er een voortdurende registratie moet zijn van de hoeveelheden onttrokken water. Zo moet elke onttrekking vanaf 1 januari voorzien zijn van een debietmetingssysteem. Net zoals de voorafgaande melding niet verplicht is in een aantal gevallen, geldt dat ook voor de plaatsing van een debietmetingssysteem. Het zijn trouwens dezelfde gevallen. Op één uitzondering na, dat is puntje 4. Een onttrekking met behulp van een pomp om één of meerdere haspels te voeden met een effectief debiet kleiner dan 10 kuub per uur. Die debieten hoeven niet geregistreerd te worden. Tot slot ga ik nog even in op onttrekkingsverboden en beperkingen, die nu ook nieuw geregeld zijn met het uitvoeringsbesluit op de wet op de onbevaarbare waterlopen. En het is de gouverneur die bij waterschaarste of droogte tijdelijk beperkingen of een tijdelijk verbod kan opleggen. Daarnaast biedt het uitvoeringsbesluit de gouverneur ook de mogelijkheid om, los van de actuele droogte- of waterschaarse toestand, een onttrekkingsverbod of onttrekkingsbeperkingen op te leggen. Dit om de doelstelling van het integraal waterbeleid te halen. Zo'n verbod kan permanent zijn of kan beperkt zijn tot bepaalde periodes van het jaar. Dat is ook wat gouverneur Sporen heeft gedaan. Op 16 december vorig jaar heeft hij een permanent verbod ingesteld op het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in het stroomgebied van de ecologisch zeer kwetsbare kleine beken. Dat verbod is van kracht sinds nieuw 1 januari 2022. Ook hier geen verbod of geen beperking zonder uitzonderingsgevallen. Ik heb ze hier voor u opgelijst. Waar geldt dat permanent verbod nu in Vlaams-Brabant? U ziet hier een kaartje. In de rode zones mag er geen water onttrokken worden. Permanent het hele jaar rond. Gelijkaardige situatie is er ook in de provincie Antwerpen en in de provincie Limburg. Ook in het onttrekkingsloket zijn de zones waar je niet mag onttrokken worden rood aangeduid. Dus daar vind je ook waar je wel en waar je niet kan proberen. Zo, dit is wat ik jullie wilde vertellen. Ook schijnen zich nog een aantal nuttige websites waar je meer informatie kan vinden over water onttrekken uit publieke grachten en onbevaarbare waterlopen. Dus dadelijk is er ook nog een mogelijkheid tot vragen stellen. En rest mij nog jullie een fijne avond toe te wensen. Dankjewel.